Ik wandel hier in de biologische tuinderij Land en Boszicht bij Schravenland. Ligt vlak bij Hilversum. Ze kweken hier kruiden, bloemen, allemaal uit eigen tuin. Biologisch, dynamisch verantwoord, oftewel puur natuur. Maar je kunt hier ook groenten kopen en fruit. En dat halen ze uit hun eigen boomgaard, vol met appels en peren. De nationale viering van de Bomenfeestdag was dit jaar in Venlo. Met als thema bomen smaken naar meer. En natuurlijk niet zomaar. Bomen hebben allemaal heel veel lekkers. Pijnboompitjes, cashewnootjes, ik ben er dol op. Appels, appelsap, appeltaart. Wat dacht je van bananen, peren, kiwis, citroenen, appels en perziken? Nou, dat groeit natuurlijk niet allemaal in Nederland. Maar je kunt het hier gelukkig wel overal krijgen. En daar kun je hele lekkere dingen mee maken. Vandaar dat er in Venlo ook een receptenwedstrijd was. De appeltaart heeft niet gewonnen, maar blijft mijn favoriet. Wie gaat het bekendmaken wie deze prijs gaat winnen? De kersenboom? Ja, Siem natuurlijk, Siem. Wie was volgens jullie de allerbeste? Er was er eentje die we heel origineel vonden. En dat was die kastanje... Oké, ik heb ook wat geleerd. Je moet geen taartdoos schuin houden. Maar dat terzijde. Bomen smaken naar meer kun je op een andere manier bekijken. Stel dat je nou een woonwijk hebt zonder een boom. Dat is toch niet leuk? Dat is saai, dat is kaal, dat is levenloos, dat is smakeloos. We hebben bomen ook nodig voor de sfeer. Kortom, we moeten nog veel meer bomen planten. En dat vond Felix Finksbeiner ook. Felix is een Duitse jongen van 13, reist de wereld over, is zelfs bij de Verenigde Naties geweest om te vertellen dat zijn leeftijdsgenoten, ook jullie dus, juist al die bomen moeten planten. En deze beroemdheid was bij ons in Venlo. We kunnen niet darauf vertrouwen dat die Erwachsenen die problemen lösen werden. In de laatste jaren hebben we gezien, die Erwachsenen hebben veel te weinig gedaan. Deswegen müssen wir unsere Zukunft selber in die Hand nehmen. Und für mich ist es eine große Ehre, hier heute dabei zu sein, wenn ihr 260.000 Bäume pflanzt. Das ist wahrscheinlich weltweit der Rekord mit den meisten Bäumen an einem Tag gepflanzt. Hey! Nou, gelukkig geven de bomen heel veel vruchten. Dat is goed voor de biodiversiteit. En biodiversiteit is eigenlijk niets anders dan dat er heel veel verschillende planten en dieren zijn. En dieren eten net als wij ook van de bomen. 22 mei was het Wereld Biodiversiteitsdag. Reden genoeg om voor de Boomfeestdag, in samenwerking met Naturalis, een verhalenwedstrijd uit te schrijven. De wereld van de groene stad. En ik mocht samen met prinses Irene de prijs uitreiken. Best lekker. Als jullie niet houden van de natuur, en daar gaat mijn wens over, als je niet houdt van de natuur, dan doe je er ook niks voor. En dan geef je er niet om. Alles wat we dragen, alles wat we waar ons mee voeden, wat we eten, komt uit die natuur. En daar mogen we eigenlijk ontzettend dankbaar voor zijn. Dat zijn we een beetje vergeten. Er staat, ik wens dat deze boom nog heel lang blijft staan. Ze maakt een foto van mij en ik hoor iemand roepen, ik zeg het telkens weer. Bomen smaken naar meer. Nummer 1, grote verrassing. Hoe is het leven van een boom? Vraagteken. Fleur, Fenne, Siel, Aniek en Amy, basisschool Sint-Jan de Doper in Merselo. Zo, nu weer even terug naar de bomen. Ze zijn belangrijk, hè, want ze geven zuurstof, ze geven vruchten en ze zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Maar ze doen nog iets belangrijks. Ze vangen fijnstof op. Nou, fijnstof is gewoon luchtverontreiniging. Het is heel slecht voor de gezondheid. En daarom hebben we nog meer bomen nodig om dat fijnstof op te vangen. En die zijn er niet. Gelukkig zijn er wel universiteiten en bedrijven die dan andere oplossingen bedenken.
Onze Kids for Tree reporter Nina ging bij een van die bedrijven op bezoek. Dat straks, want we gaan eerst even naar Bram, die aan een bekende Nederlander vraagt naar zijn band met de natuur. Wat vindt u eigenlijk zo mooi aan bomen? Bomen, dat is een... Kijk, ik kom uit Suriname. Als je aankomt vliegen in Suriname en je kijkt naar beneden vanuit het vliegtuig, dan zie je alleen maar bomen. Dan is het net alsof je naar een groene kool kijkt. Alleen maar boom, 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 boom. Dus bomen betekenen voor mij 1. Denkend aan het land waar ik geboren ben. 2. Ik vind het mooi om bij bomen te zijn, omdat het me rust geeft. Het geeft me kalmte. Dieren zijn daar. Dus, en ik vind bomen ook gewoon mooi om naar te kijken. Maar weet je, het mooie is, als je een plek kan vinden, vaak is dat bij bomen, waar je niet zoveel geluid hoort. Of waar je alleen maar de wind hoort. Of alleen maar de vogels. Juist, Bram, jij snapt het. En wat vindt u eigenlijk zo belangrijk aan bomen? Kijk, bomen zijn op bepaalde manier belangrijk. 1, dat weet iedereen voor de zuurstof. Maar 2, water vasthouden. Als je minder bomen hebt, krijg je heel veel water in de grond. Dat gaat los. Aarde gaat los. Erosie. Dat betekent dat alle land gaat verschuiven. Kan je niet bouwen. Heb je een probleem? Je krijgt wateroverlast omdat bomen heel veel water opzuigen. En als er geen bomen meer zijn om water op te zuigen, krijg je een grotere kans op overstromingen. Maar het mooiste van een boom vind ik gewoon naar kijken en genieten. Het is een klein wonder als je ziet hoe het groeit. Vind ik ook. Ik heb gehoord dat uw bedrijf iets bijzonders doet om de fijnstof op te vangen. Maar wat is fijnstof eigenlijk? Nou ja, fijnstof, dat zijn hele kleine stofdeeltjes die in de lucht dwarrelen. En die komen in de lucht door de auto's en door de fabrieken en de brommers. En wij willen die eigenlijk inderdaad uit de lucht halen om de lucht schoner te maken. En hoe dan? We hebben samen met de Technische Universiteit in Delft hebben een fijnstofdraadje ontwikkeld. En dat is een heel dun draadje waar een spanning op staat. En wij kunnen dus met die spanning kunnen wij het fijnstof uit de lucht halen. Als een soort magneet slaat het fijnstof neer op de aarde of op de beplanting. Maar wat gebeurt er dan met het fijnstof als het gevangen is? Je kan het dus vangen tegen tunnelwanden aan, dan spoelen we het eraf. Dan maak je het echt schoon en dan heb je het zeg maar in je hand en dan kan je het op een vuilstort storten. Ja, en het tweede wat gedaan wordt, is dat het fijnstof slaat op beplanting. En wij hebben speciale groene schermen gemaakt, waar het fijnstof dus juist tegenaan valt, tegenaan dwarrelt. En die beplanting die eet het fijnstof op. En hoe bent u op het idee gekomen? Nou, ik werk bij Monster de Winter. Monster de Winter is het groenbedrijf van de BAM. De BAM is de hele grote bouwer in Nederland. En die bouwen wegen en tunnels. En wij voelen ons verantwoordelijk als grote bouwer om dat fijnstof uit die lucht te halen. Om schone lucht terug te geven, zeg maar. Kan het systeem alleen bij wegen worden gebruikt of ook ergens anders? Nee, het kan ook inderdaad ergens anders gebruikt worden ook. Kijk, bij een tunnel bijvoorbeeld is het natuurlijk makkelijk. Daar wordt het fijnstof zeg maar opgevangen door de zijkant en door de boven- en onderkant. Wij zijn ook bezig nu bij scholen om de lucht daar schoner te maken. En daar zijn we dus nu aan het proberen of dat gaat lukken. Heb je het allemaal een beetje begrepen? Is het allemaal duidelijk geweest voor je? Ja, helemaal. Dank u wel. Wat een bijzondere uitvinding. Heerlijk dat mensen daarmee bezig zijn. Maar ik hoop dat je goed hebt opgelet, want hier komt de prijsvraag. Waarom zijn planten en bomen zo belangrijk bij snelwegen? A. Omdat het geluid tegenhoudt. B. Omdat ze fijnstof opeten. Of C. Zodat er geen dieren de weg oplopen. Mail je antwoord A, B of C voor 15 juli naar helga@kidsfortrees.nl. En dan kun je 4 kaartjes winnen voor Naturalis. Het leukste natuurmuseum van heel Nederland. Mailen dus, hè, die antwoorden. Vanaf 15 juli dan kun je op onze website zien wat nou het juiste antwoord was en wie er heeft gewonnen. Ja, dan zit het er alweer op. Als jij meer wil weten over bomen of over natuur, als je vragen hebt, mail mij dan. Of misschien wil je wel net als Nina onze reporter worden. Ook dat kan. Gewoon mailen. Geen probleem. En dan zie ik jullie weer bij een volgende Kids for Trees journaal. Hey, waanzinnige zomervakantie toegewenst!